Tijdens de hoge middeleeuwen namen de handel en de nijverheid weer toe. Hierdoor ontstond er langzamerhand weer een geldeconomie. Voor koningen was dit heel erg gunstig. Zij konden hierdoor hun land anders gaan besturen. Het feodale stelsel waarbij ze hun macht uitleenden aan leenmannen konden zij verlaten en ze konden hun bestuur gaan centraliseren. Door belasting te heffen konden zij leger en ambtenaren aanstellen en nog veel meer doen.